Nou, zoals je ziet heb ik hier een stukje krentenbol. En je denkt, wat moet hij daarmee? Nou ja, goed. We zijn vandaag dus wees vissen. En dit is alles wat er nog over is van één hele krentenbol. Meer heb je niet nodig. Oké, we hebben gevoerd met ander voer, duivenvoer en mais. Maar ja, dit is dus eigenlijk het begin van weer een nieuw filmpje. En ja, in de film krijg je te zien hoe het gegaan is. Ik kan je nu alvast verklappen dat het best leuk was. Rick had vandaag een studiedag, dus we zijn met z'n drietjes op pad gegaan. Ik, Janita, Rick, we hebben Niek naar school gebracht. We zijn gaan voeren en daarna lekker aan de slag gegaan. Het was een heerlijke dag. Ik zie de camera tot mijn zonnebril lekker in mijn gezicht gebrand staat. Dus ja, we hebben genoten. Nou, hoe het gegaan is, dat ga je nu zien. Nou, dan was ik dus net aan het filmen. Hoi allemaal! Hoi allemaal! En Niek die kwam kijken en die ging weer weg. En toen vroeg ik aan hem, wat is de boef? Want hij was ineens een beetje chagrijnig. Hij zei, ik wil ook in de film. Dus, we gaan nu kijken naar een karpenfilmpje. Maar Niek wou er ook nog even bij, hè Niek? Ja. Hey, en wat zeg je dan? Wat moeten ze doen? Wat moeten de kijkers doen? Abonneren. Abonneren. Op mijn kanaal. Goed zo, jongen. Nou, dan gaan we nu kijken naar een filmpje. Veel plezier. Nou, we zijn vandaag op pad, midden in de verhuizing, maar we hebben een bonusdag. Er is even tijd over. Rick heeft vandaag een studiedag en Rick die wilde dus ook mee. Nou, hetzelfde recept. We hebben Niek vanmorgen naar school gebracht, stekjes aangevoerd, even bij een vriendin een bakje doen. En we komen op de stek aan en binnen 5 minuten was het raak. En een mooie dikke schub. We hebben een beetje moeite op zijn bek. Ga eens gewoon zitten, Rick, want zo ben je buiten beeld. Oh. Nou ja, we hebben nog heel wat stekken te gaan. Wil niet zeggen dat het ook wat lukt. Maar ja, eigenlijk is de dag al geslaagd op deze manier. Mooie dikke schub, gaan we weer terugzetten. Dan gaan we gauw weer door. Nou, tot zover lijkt het weer een hele leuke dag te worden. Dus vissen met je gezin, alle drie een hengeltje. Nou ja, goed. De aanbeten komen tot nu toe op mijn plekje. Nou, dat gaat hopelijk nog veranderen. In ieder geval weer een vis. Haal zijn rugvin maar even omhoog, Rick. Zijn rugvin. Deze. Doe maar omhoog. Ja. Ja, weer een mooi schuppie. Gaan we terug. Weer een stukje nieuwe krentenbol eraan. En daar gaan we weer. Ja, het gaat echt perfect, vis nummer 3. Nou is Rick aan de beurt. Mooi geslaagd of zo. Ja. Ben je ervan, Rick? Ik vind het geweldig. Laat hem even goed zien aan de camera. Mooi. Ja, nou, jij wat ervan? Nou, het was een tijdje onrustig langs mijn dobber. Er werd elke keer een centimeter of 20 geplaatst, maar verder geen beweging. Ja, en ineens springt hij omhoog. Ja, en dan kwam hij dus gewoon een prachtige schub. Even, je houdt hem helemaal naar voren. Even goed vasthouden. Ik ga er niet zo naast aan. Super lekker. Nou, zo is de dag helemaal compleet. We hebben nu alle drie vis gevangen. Nou, je ziet het, is heerlijk weer vandaag. Dus we hebben echt een topdag. En we hebben nog eventjes te gaan, dus we gaan lekker door. Op naar de volgende. Ja. Maar dit moet toch gewoon knoeperend. Ja, hij is wel mooi.
Nou, vandaag was dus een heerlijke visdag. Ricky had een studiedag. Dus we zijn lekker met z'n drietjes gaan vissen. Nou, de visdag zit er weer op. Niek hebben we nou opgehaald, en Niek. En dan hebben we nog een lekkere verrassing. Een lekker lijstje. Mooie manier om de dag af te sluiten, toch Niek? Ja. Ja, hè? Nou. Nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.